De werkgever moet bij elke loonbetaling aan zijn werknemer 1% van het bruto loon afdragen aan het Fonds Voorzieningen Ouderschap Verlof. Dit bedrag bestaat uit een werkgeversaandeel van minimaal 50% van het bedrag en een werknemersaandeel van minimaal 50%. Het fonds zal tijdig de ingangsdatum van het eerste bijdragen van zowel werkgevers als werknemers bekendmaken. Ook de ingangsdatum van het doen van aanvragen voor loon gedurende het ouderschapsverlof zal nog worden bekendgemaakt. Het fonds zal uiterlijk 18 november 2019 operationeel zijn. De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling voorlichting van het ministerie van Arbeid.